Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 23 september. Verdragen zoals Jezus. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Hebreeën 12, vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Er zijn meestal twee kanten aan elk verhaal. Het kruis heeft er twee, de kant van de kruisiging en de kant van de opstanding. Jezus moest de ene kant verdragen om tot de andere kant te komen. Maar als hij het niet had verdragen, dan zouden we allemaal nog aan ons lot overgelaten zijn, zonder redder en zonder vergeving van onze zonden. In Hebreeën 12, vers 12 staat dat Jezus om de vreugde voor de prijs aan de andere kant van het kruis, de opstanding, het lijden moest verdragen. Net als Jezus moeten we moeilijkheden verdragen. Mijn definitie van verdragen is de duivel trotseren door lang genoeg standvastig te zijn om de beproeving in ons leven te laten doen, wat dat ook mag zijn, om ons van de ene kant naar de andere kant van het kruis te brengen. Of we nu getroffen worden door een onverwachte situatie wat lijden met zich meebrengt, of omdat we weerstand bieden aan de verleiding en zonde door het goede te doen, we zullen dwars door situaties moeten heen gaan. Maar aan de andere kant van die moeilijke tijd wacht de vreugde van het behalen van de prijs, het goede resultaat. Vandaag mag je bemoedigd worden door de wijze waarop Jezus omging met beproevingen. Hij kende de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld en was tot het einde toe volhardend. Hij heeft je de kracht gegeven om datzelfde te doen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil net als Jezus verdragen. Help mij inzicht te krijgen van de vreugde om de prijs te behalen die op mij wacht, zodat ik elke beproeving kan verdragen door uw genade. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.